Hij probeert zich nu te verstoppen achter de container. Hij staat verstopt achter de container. Hij gaat nu verder rennen. Hij rent verder de weg op, de middelbare weg op. Ik zie hem. Oké, heel goed. Hallo mijn kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij deze gloednieuwe serie op mijn kanaal op GTA 5. We hebben hem al een tijdje aangekondigd, we hebben een alpha stream ervoor gedaan, we hebben een beta stream gedaan. En nu is het dan eindelijk zover. Vandaag gaan wij beginnen aan The Hunt. Welkom bij deze nieuwe serie. Hopelijk ga je hem allemaal super vet vinden. En ik zou het ook echt enorm op prijs stellen als we voor deze eerste episode 1500 likes kunnen smashen. Laten we kijken of dat gaat lukken. En ik zal dan ook nu heel even snel uitleggen wat de bedoeling is van deze game mode, of van deze nieuwe serie. Ik ben in dit geval, de eerste ronde ben ik de crimineel. Hier tegenover mij staan 4 politieleden. Vandaag zijn dat Reno, Mike, Max en Ido. Yo boys. Yo. Yo. En zij hebben een helikopter, ze hebben een motor en zij hebben 2 surveillancewagens. We zijn trouwens vandaag ook op North Yankton. De enige manier hoe je hier kan komen is normaal gesproken door de eerste missie te spelen van de storyline op GTA 5. Maar wij spelen zoals de meesten wel weten op een online modded server. En daardoor kunnen wij op deze unieke locatie komen. Goed, ik als crimineel moet uiteindelijk hier terecht zien te komen op de begraafplaats in zo'n begrafenisvakje. Dat is mijn eindpunt en hier begint de politie ook zijn zoektocht. En ik begin helemaal tegenover across the map bij de North Yankton Bank. Ik heb er een auto, ik mag daar halverwege mee rijden. Voor de mensen die de livestream hebben gezien weten al wat trouwens wat de bedoeling is. Ik mag daar ongeveer, laten we zeggen, een kilometertje mee rijden. Misschien nog niet eens, ik denk rond de 500 meter. Dan moet ik mijn auto droppen en dan moet ik vanaf daar lopend terecht zien te komen op deze begraafplaats in dus dat begrafenisvak. Zonder gezien te worden door de politie, want als de politie mij tasert, dan is het klaar en dan is het einde verhaal voor die ronde. En dan de volgende ronde gaan we natuurlijk gewoon weer verder. Laat weten in de reacties wat jullie ervan vinden. En dan gaan we nu beginnen met ronde nummer 1. De hunt wordt geopend. Let's go. Goed, de jacht is begonnen, beste kijkers. We gaan beginnen. Het regent nu ook. Het stormt. Het bliksemt. We hebben maar heel eventjes. We hebben, als het goed is, maar 30 seconden. Dan openen zij de hunt op mij. Dus ik moet snel wezen. En ik ga nu even een plan maken. Wat ga ik doen? Ik kan namelijk er ook een keertje voor kiezen om hier gewoon een beetje campachtig. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik wel gewoon gelijk een beetje richting de target ga door mijn auto over het weiland te gooien. En dan te kijken waar ik uitkom. En ik hoop... Eigenlijk moet ik gewoon even bij een farm zetten of zo. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Als ik hem bij een farm zet. En dan daar gewoon heel even wacht. En dan weer ga gassen. Of dan uitstap en vanaf daar verder ga. Dat was ook wat ik bedoelde. Laten we dat even proberen. Ik hoop echt dat we hier een plek hebben. Ik hoop het echt van harte. Waar ik eventjes kan stoppen. Maar het lijkt er voor nu op dat hier vrij weinig is. Goed. Ik kan hier mijn auto neerzetten, maar dan zien ze het. Dus dat is sowieso niet echt een goede optie. Ik rij hem wel weer in de berm. There you go. Ik zet hem hier neer. En dan gaan we gewoon die kant op rijden. Of rennen. En dan hoop ik dat ze hier de auto dus zien. En denken, oké, dan moet ik wel ergens aan de rechterkant zijn. En dan ben ik eigenlijk ergens in het midden. Misschien dat wel een goede strategie is. Helikopter heeft als het goed is ook een zoeklicht. Dus ik zal nu extra moeten oppassen, beste kijkers. Het gaat spannend worden. Dus jongens, ga er lekker voor zitten. Dit wordt wat. En ik moet nu snel een plek hebben, want de helikopter komt eraan. Oké, hier gaan we gewoon even staan. Hier gaan wij gewoon wachten. En dan hoop ik echt... dat wij hier niet gespot gaan worden door de helikopter. Ik zie daar al een auto. Ik zie daar 2 auto's in elkaar gereden. Ik weet niet wat die aan het doen zijn. Die gaan nu waarschijnlijk de auto spotten. En dan is het even oppassen geblazen. Shit. Shit. Oh, ik hoor de heli ook. Ja, daar is de heli. Daar is de helikopter. Zien jullie hem? Daar hebben we ook nog BMW rijden. Ik ben nog niet gezien. Ze weten volgens mij wel dat ik de auto daar heb laten staan. Oké, ze weten dat ik de auto daar laat staan, beste kijkers. Het is spannend. Oké, we gaan heen. De helikopter vliegt weg. Vliegt de andere kant op. Oh shit, er komt deze kant op, de helikopter. Laten we hopen dat hij me niet ziet. Oh shit, de helikopter keert om. En als er nu een auto vanaf de andere kant komt, ben ik ook fokt op. Dus ik moet dat ook in de gaten houden. Gaat die helikopter heen. Oké, ik hou die helikopter wel in het oog, want ik ken die grappen. Hier, er surveilleren ook auto's rond. We moeten nog heel even wachten. Dus kijk, we moeten dit echt slim spelen.
Oh shit. Iemand gooit zijn BMW het land op. Oké, ik ben nu niet gezien. Nu moet ik meters maken. Hij heeft me niet gezien. Oh mijn god, hij heeft me niet gezien. Ik ging net op tijd liggen. Let's go. Let's go, die kant op, 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 die kant op. Let's go, let's go, let's go. Ik zie geen helikopters om me heen. Dit gaat goed. Maar je moet nooit te vroeg juichen met deze serie. Je moet nooit te vroeg juichen. Daar ben ik al achter gekomen tijdens de livestreams. Je moet nooit denken dat je veilig bent. Dan gaan we even stoppen. Oh, ik hoorde iemand botsen. Ik hoor mensen botsen. Oh, daar ligt een auto. Ik zie hem daar liggen. Maar die rijdt gewoon weer verder, alright. Dan gaan we die kant even opkijken. Hier zie ik nog niks. Oké. Okay. We kunnen verder, we kunnen verder. Let's go. Oh shit, daar rijdt gewoon een auto van me rechts. Oké, okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, boys. Oké, okay, we gaan deze kant op. We gaan deze kant op. Gaat tot zover, gaat het goed. Een aantal keren zijn de auto's me al voorbij gereden. Ik hoor een helikopter. Liggen. Blijf liggen. Blijf liggen. Ik ben hier niet. Ik hoor de helikopter, maar ik zie hem niet. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Ik zie de helikopter weggaan. Ik zie de helikopter weggaan. Nice, nice, nice. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alright, alright, alright. We gaan mee, we gaan mee. Ik denk dat ik naar links ga. We gaan naar links, we gaan naar links. Let's go. Oeh, dit is echt zo ongelooflijk spannend, beste guys. Echt waar. Jullie hebben geen idee. Of, nou ja, jullie hebben waarschijnlijk wel een idee. Want jullie zijn natuurlijk aan het kijken. Maar echt, zelf spelen. Dit is echt zo fucking eng. Holy shit. Het is net een horror game die je aan het spelen bent of zo, weet je wel. Oké, okay, let's go. We gaan gewoon over het ijs. En dan hoop ik dat we op die manier wat meters kunnen maken. We hebben daar verder op de brug. Dus laten we hopen dat we daar in ieder geval kunnen komen. Zonder gezien te worden. Maar ik loop hier nu wel heel erg in het open. Dus ik moet wel goed om me heen blijven kijken. Tegelijkertijd natuurlijk ook opletten of de politie er weer aankomt met zijn helikopter. Dus dit is weer eventjes even spannend, jongens. Oké, okay, kan ik hier weer normaal rennen? Ja, hier kan ik weer normaal rennen. Oké, dat is nice. Oh shit, helikopter, helikopter. Holy fuck, ik zag recht voor mijn helikopter, beste kijkers. Dus dit is eng. Ja, vliegt nu over mij, hij vliegt over mij. Hoor. Vliegt nu achter me. Als het goed is, gaat hij daar zo meteen ergens in beeld komen. Ja, 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 daar is hij, daar is hij. Hij heeft me niet gezien. Let's go. We gaan weer verder. Oh man, dit is fucking eng. Dit is echt niet normaal. Maar het gaat goed. Het gaat echt super goed. Moet het voortzetten. Mijn stem wordt er gewoon schoor van. Het is echt billen knijpen dit. Het is niet normaal. Oké, okay, we kunnen hier omhoog. En dan heb ik geen idee, to be really honest, waar we uitkomen. Ik heb echt geen idee. Oh shit, niet vallen, dude. Niet vallen. Ik heb ook geen godmode aan, dus als ik nu val, ga ik ook gewoon dood. Oh, waar zijn we nou? Hoor de helikopter weer. Oh, zag je hem ook, de helikopter? Oh, dat scheelde echt heel erg weinig. Oké, okay, we kunnen weer een beetje naar beneden. Ik heb geen auto meer gezien, trouwens. Het valt me wel op. De auto's zijn we een soort van kwijt of zo. Misschien is het wel gewoon een keer heel erg ziek als ik door het midden ga lopen. Dat verwachten ze nooit. Er is nooit iemand een keer door het midden gelopen. Dus misschien is dat wel een goede tactiek. We kunnen het gewoon proberen. Maar aan de andere kant moet ik wel oppassen dat er geen auto's zijn die me pakken. En dat ik niet doodval natuurlijk. Dat is helemaal belangrijk. Oké, okay, let's go. We nemen gewoon een klein stukje over de brug heen. En ze hebben me nog steeds niet gezien. Even mijn rug letten. Oh fuck, er komt een BMW aan.
kwam 100% zeker een BMW aan. Hij rijdt me volgens mij nu voorbij, maar ik kan het niet goed zien. Ja, kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Oh, die hebben echt net op tijd gespot. En ik lig hier nu gewoon heel vies in de bosjes. Ze zien me nooit hier zo. Helikopter komt er ook aan. Fuck, ik hoor hem ook. Ja, daar gaat de helikopter. Die hebben we ook gespot. Oh, dit is wel echt een heel ziek plekje waar ik nu lig. Hier vinden ze me nooit. Dit plekje is echt heel erg ziek. Even kijken om me heen. Je kan zo weinig zien als je gaat liggen. Dan zie je echt zo verdomme weinig. Goed, alright. Sta op en run. Let's go. Oké, waar zijn we nu? Oh, we zijn nu bij deze plek. Deze ken ik nog van de livestream. Dit is wel een geniepig plekje. Oh, daar rijdt een auto. Holy shit. Oh, daar rijdt nog een auto. Wow, ze omsingelen me nu een soort van. Oké, wacht. We moeten sowieso weer eventjes op night zetten. Kijk, nu is het weer helemaal donker. There you go. Helikopter komt eraan. Wow, fucking. Oké, we gaan naar die bever toe. We komen nu wel in de buurt. Daar het farmhuis. Dat zegt veel goeds. Dat zegt veel goeds. We zijn nu echt best wel in de binnenstad nu. Motoragent. Ja, daar gaat de motoragent. Daar gaat de motoragent. Ik hoorde weer een auto. Oh, nu is het spannend. Ik ga liggen hier. Ik ga liggen. Ik weet wat er gebeurt, dus nu gaan lopen, dan gaat het fout. En ik wil niet dat het op het laatste moment fout gaat. De helikopter komt weer deze kant op, ik hoor hem. Ik hoor de helikopter. Want ze zijn een beetje rond aan het vliegen bij de begraafplaats, want ze denken dat ik er bijna ben. Ik weet het zeker. Ze vertrouwen het niet. Ze vertrouwen het gewoon niet. Oh, en ik lig hier ook echt zo smerig. Dit is gewoon echt niet normaal. Maar dit soort plekjes moet je gewoon pakken met dit soort spellen. Maar goed, waar blijft die helikopter? Want ik wacht eigenlijk weer tot die helikopter een beetje deze kant op loopt. Dat ik, of deze kant op vliegt. Dan kan ik weer meters maken. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Dat is zo vervelend. Oh, daar zie ik in ieder geval wel een auto rijden. Oké, let's go. We gaan weer lopen. We gaan meters maken. We gaan meters maken. Ik moet op het spoor komen. Als ik op het spoor ben, ben ik een soort van veilig. Dan kan ik hard rennen. Tenminste op deze weg. Hier op deze weg moet ik zitten komen. Let's go. Nu rennen. Die kant op. Die kant op. Die kant op. Fuck. Ik ben gespot. 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 Shit. 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 En nu komen er auto's aan alle kanten. Sowieso. Fuck man. Fuck. 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 Oh. Dit is echt kak. Dit is echt heel erg kak. Ja. Oh. Helikopter hangt ook al boven me zo te horen. Fuck. Oh, dit is nice, dit is nice. Oh, fuck. Oh, fuck, jongens. Achtervolging is ingezet door de politie. Zo jammer dat hij me zag! Oh shit. Nee! Ze hebben me! Ze hebben me! Ja, they got me. Holy shit, ik lig hier wel echt heel ziek in de sneeuw in één keer. Wat de hel? Wat de hel? Ja, ik ben er jongens. Ik ben erbij. Ik ga mijn handen omhoog doen. They got me. Ze hebben me, ze hebben me. Dat is een mooie ronde. We gaan door naar de volgende ronde. Heel goed gedaan door de politie. Oké, dan gaan we naar de tweede ronde. Ik zit nu ook bij het politieteam. Ik ben vandaag de helikopter. Tenminste, voor deze ronde sowieso. Ik heb ook mijn taser bij me, zoals jullie kunnen zien. Hier hebben we de Max, de motoragent. Yo, yo, yo. Wat is jouw strategie vandaag? Voor deze ronde? Sneakies zijn en licht uithouden. En vaak het dorp te beschermen. Precies, en overal nergens zijn. Het is vooral belangrijk overal met je motor. Precies, omdat jij lekker flexibel bent. En hebben we hier nog Mike en Ido. Wat zijn jullie plannen? Yo, yo. Ja, gewoon de flank dus helemaal afgaan en kijken of we hem zien. Heel goed. Oké, jongens, dan komt hier nog even de instructie.
Waar ik nu naar wijs is de linkervlakte voor politieperspectief. Yes. En waar ik nu naar wijs is de rechtervlakte voor politieperspectief. Dan hebben we nog midden, we hebben de farmhouse natuurlijk. We hebben verschillende call-outs die we kunnen doen. We hebben natuurlijk ook nog de bever. Dus probeer ook daar op te letten dat we goed call-out. En dan gaan we nu gewoon gelijk de opening. Dan gaan we gewoon gelijk de hut beginnen. Let's go. Let's go, boys. Succes allemaal. Yes, let's do it. De luchten bent, gaan wij. Ik ga onder jou door. Hoppakee, there we go. Je zoeklicht staat ook al aan, zo te zien. Let's the hunt begin. Yes, daar gaan we inderdaad. Alright. Ik neem gewoon de weg in het midden en ik ga gewoon recht door zee. Om uit te sluiten dat hij niet gewoon recht door het midden rijdt. Dan kunnen jullie de flanken pakken. Max kan eventueel ter ondersteuning onder mij rijden. Mocht hij hier ook ergens zijn. Yes, ik zou wel een beetje bij jou in de buurt blijven. Ik rij nu ook recht door het midden heen en ik ga nu de rechterflank in. Dus Mike, pak jij links? Heel goed. Ik pak inderdaad links. Okay. Ga ik recht door het midden door. Alright, ik ben ook recht door het midden aan het rijden. Rijden. Aan het vliegen natuurlijk. Ik zie nog niks. Ik zie ook nog vrij weinig. Okay, ik passeer nu farmhouse. Ik ga lekker ver. En ik ben nu bij de bank. Nou, hij heeft in ieder geval de bank verlaten, zo te zien. Ik pak nu politieperspectief de linkervlakte. Okay, dan pak ik wel de rechtervlakte voor een beetje. Ik rij ook aan de linkerkant. Oké, ik ban je er nu overheen. Ja. Zo, jongen. Het is echt lastig te zien met de storm. Dat maakt het echt zo moeilijk en zo vet. Yeah. Is er al een auto gespot? Nee. Okay. Nou, wat is dit? Ja, dit is mijn oude auto volgens mij. Die ik nu zie, dit is mijn auto. Oké, dus die staat hier. Niet. Als je hem gespot hebt, goed bij de hooibalen kijken, jongens. Goed bij de hooibalen kijken. Ja, bij de bank. Dat kan ook dat hij gewoon heel slow aan het rijden is met zijn auto. Okay, ja, exactly. Oké, ik zie daar een auto rechts van mij, wie is dat? Ja, ik zie hem! Gespot! Kom maar Farmhouse! Yes, hier zo. Nee, je rijdt de verkeerde kant op, politieagent. Je rijdt de verkeerde kant op. Terug, heel goed. Hij rijdt hier. Hij rijdt bij de hooibalen, zo moet ik het zeggen. Bij de hooibalen. Ik heb mijn zoeklicht nu vol op hem geaimd. Hij is nu vol in het licht. Ja. Gespot? Ja, oké, hij probeert zich nu te verstoppen achter de container. Hij staat verstopt achter de container. Hij gaat nu verder rennen. Hij rent verder de weg op, de middelbare weg op. Ik zie hem. Oké, heel goed. Ik schijn nog steeds mijn licht op hem. Ik heb ook groot licht op hem. Get in, boys. Eén iemand blijft in de auto gewoon rijden. Ik weet niet wie er nu bij hem rijdt, maar blijf rijden. Want niet uitstappen. Dat ben ik. Blijf jij maar rijden, Mike. Ik stap nu uit. Ja. De motor moet eigenlijk ter plaatse komen. Dat is lekker flexibel. Ja, dat was ook heel ver vooruit. Oké. Ik ben onderweg. Ik blijf er boven hangen. Kijk eens aan. Maar ik probeer hem eens af te blokken als dat lukt. Dus dat je voertuig ervoor gooit. Waar is hij dan helemaal? Ja. Bij de hooibalen. Hij rent gewoon op de middelste weg, Max. Middelste weg. Echt? Ja, hij rent gewoon op de middelste weg. Nu gaat hij het weiland in. Aan de linkervlakte voor de politie. Ja, ik ga gewoon via de hoofdweg dan. Linkervlakte voor de politie, dus de kerkhofkant, you know? Maar ook dicht bij het kerkhof, of? Nee, hij is er nog best heel erg ver vandaan. Hij is nu volgens mij in de buurt van nog een soort van farm. Hij is best wel groot. Oké, de politieagent snijdt hem af. Dit kan een shot worden. Ido. Mis. Okay. Mis? Oh, jammer man. Jammer. Dat gaat linkervlakte. Ja, linkervlakte. Ja, ik heb hem. Ja, hebben. Nice. Oké, laat hem de handen omhoog doen. Politie, nu waarschuwing. Handen omhoog, politie. Nou, goed. Ja, oké, hij luistert. Ja? Ja, we hebben hem. Heel nice. Top, hij heeft zijn handen omhoog inderdaad. Kunnen we deze ronde afsluiten? Heel goed gedaan, jongens. Let's go. Yes. Kijkers, dan gaan we weer een nieuwe ronde. Ik ben weer de crimineel voor deze ronde. En nu gaan we het gewoon weer even totaal anders aanpakken. Normaal pakken we de hele tijd, tenminste deze aflevering, hebben we dus, toen we crimineel waren, die flankte gepakt. Daar links. En nu wil ik hem eigenlijk via de rechterflankte pakken. Dus let's go. We gaan deze kant gewoon op en we gaan kijken hoe ver we komen via deze kant. En dan gaan we echt het randje van de map opzoeken. En vanaf daar gaan we dan rijden. En ik zeg trouwens dat ik dat altijd heb gedaan, want ik dus al twee livestreams heb gedaan. Een beta-test en een alpha-test. En ik weet dus wel ongeveer al wat je voor strategie je kan doen. En dit is wel één strategie die bij mij heel goed gewerkt heeft. Dus dit gaan we gewoon nog een keer doen. Ik kan gewoon mijn auto gewoon nog een stukje rechtdoor. Ongeveer tot en met
hier, I guess. Ja, ik zet hem gewoon hier zo in de boom. Hoppa, there you go. Dan hoop ik echt dat ze het niet zien. En dan gaan we nu gewoon rennen. En dan gaan we zoveel mogelijk bij de hooibalen natuurlijk weer verstoppen. Want dat heeft de vorige ronde, denk ik, mijn ass gesaved. Dat ze mij 0 keer hadden gespot. Tot dus op het moment dat ik over die weg ging rennen. Namelijk dat ik achter de hooibalen bleef schuilen. Ik denk dat dat er wel echt... Shit, ze gaan rijden. Shit. Shit. Ik hoop echt zo erg dat hij me niet heeft gezien. Oh mijn god. Ik ga hem snel nog even op night zetten trouwens. Oh, hij heeft me niet gezien. Hij heeft me gewoon niet gezien. Oh, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Hij heeft me gewoon net niet gezien. Oh shit. Oké, hij is me voorbij. Let's run, let's run. Let's go. Ik heb de helikopter nog niet gezien of gehoord, dus dat is goed. Oké, let's go. Beetje om me heen kijken. Kijken. Ik zie en ik hoor heel erg weinig. Zo, hij vliegt hoog. Maar hij heeft me gewoon niet gezien. Hoe dan? Wow. Of hij heeft echt poep in zijn ogen. Of het was gewoon super donker. Wow, ouwe. Hoe dan? Hoe zag hij mij niet? Dit, nee, echt. Als hij straks de episode terugkijkt, dan denkt hij echt van... Holy shit. Kan niet anders. Oh shit, een BMW in mijn rug. Hij heeft me gespot. I knew. Fuck, een zoeklicht hangt er boven me. Dit is helemaal kut. We gaan gewoon slalom om de tasers te vermijden. Oh, er zit nog niet eens een taser achter me aan. Holy shit, ze rennen nog niet eens met een taser achter me aan. Het gaat niet lang duren, denk ik. Ja, daar stapt al eentje af. Oké, die gaat nu met een taser. Shit. Oh, nee, dit meen je niet. Let's go, come on. Come on. De helikopter heeft me nog niet gespot. Dus dat is wel echt een heel goed teken. Tenminste, ik heb nog geen helikopter gehoord. Oh fuck, ik hoor nu de helikopter. Oh shit, de helikopter gaat daar uitstappen waarschijnlijk. Nee, dat gaan we niet laten gebeuren. We blijven rennen. Oh, hij loopt veel te ver achter me aan. Ik kan dit fixen, jongens. Ik kan dit fixen. Normaal zijn dit soort situaties pittig kansloos, maar nu kan ik echt wel wat regelen. Kijk, ze gooien me allemaal op het gras. Op het gras, op de sneeuw. En dat is mooi, want ze willen me daar insluiten, maar ik ga gewoon weer mooi de andere kant op. Hoppa, wij gaan gewoon weer mooi de weg op. Maken we hier weer even wat meters. Let's go. Kijk, nu gaan ze weer terug. Zie je, nu gaan ze weer terug. Oh, dit doen ze niet zo slim. Ze pakken het niet slim aan. Ze pakken het totaal niet slim aan. Kijk, daar gaat een auto, die vliegt vol langs me. Oh shit, nu staat er echt een auto heel dicht achter me. Nu wordt het wel kanus. Dan gaan we weer de sneeuw in. Dan schudden we hem weer af. Oh, en daar hebben we het ijs. Op het ijs kan ik ze ook afschudden, want daar kan ik ook weer een heel lang stuk lopen. Oh, die gasten zijn zo lang achter me aan het lopen. Dit gaat goed. Come on. I won't give up. I won't fucking give up. En hier liggen allemaal stenen. Dus die auto beukt overal tegenaan. Oh jongens, dit gaat goed. Dit gaat fucking goed. Maar ik denk dat hier een politieagent mij staat op te wachten. Dat zou wel een hele slimme zijn als ze dat doen. Dus ik ga hier weer omhoog rennen. Ik ga hier weer omhoog sprinten. Dan ga ik op het allerlaatste moment ga ik er toch onderdoor. Hopelijk zou ik ze daarmee een beetje in de war heb geschud.
Politie, staan blijven! Yes! Oh mijn god! Yes! Oh, wat ziek! Ik heb een auto gejat! Oh mijn god, beste kijkers, ik heb gewoon een auto gejat! We gaan even door! In de BMW! Oh, 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 wat is dit ongelofelijk! Oh, wat is dit ongelofelijk! Oh, wat is dit ongelofelijk, het is gewoon gelukt! Het is gewoon gelukt! We gaan expres de verkeerde kant op, dat ze denken van, oh, wat doet hij nou? Maar dat is mijn truc, dat is mijn truc. Ik heb hier best wel een slim trucje voor, denk ik. Ik heb zijn auto gejat. Oh, 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 ik ga mijn licht uitgooien. En de helikopter moeten we afschudden. Die moeten we zo snel mogelijk afschudden. Dus hoe doen we dat nou? Dat doen we gewoon door deze manier. We gaan ze, die helikopter moet zo snel mogelijk afgeschud worden. En dit is denk ik de slimste manier. Oh shit, hou die auto recht, Roy. Hou die auto recht. Zo essentieel momenteel. Let's go, let's go, let's go. We maken er echt een zieke achtervolging van, beste kijkers. Oh, dit is ongelooflijk. Shit! Ja, fuck, die tief ik de map uit. Even omhoog. Oké, dan span ik hier weer en dan gaan we weer verder. Ja, als je op de map tieft, dan mag je gewoon met F2 eventjes zelf weer terugspannen. Op die manier. En dat je in ieder geval geen verdere meters maakt. Hangt die helikopter nog boven me? Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Zoals meestal in dit soort gevallen. Oké, we gaan hem rechts het land overbunkeren. Ik heb nu trouwens geen idee meer waar ik ben. Ik rijd nu maar gewoon ergens heen. En ik zie wel waar het schip strandt, letterlijk. De auto zit nog steeds achter me aan. Dat bevalt me totaal niet. Oh shit. Earl, let's say. There you go. En de helikopter blijkbaar ook. Dus dat is ook kut. En ik beuk nu weer tegen zo'n... mooi blok aan. Oh, dit meen je niet. Oh! Ik heb de auto afgeschud! En hoe? En hoe? Oh mijn god. Oh mijn god, de auto is afgeschud. De auto is afgeschud, maar is de helikopter ook afgeschud? Dat is de vraag. Oké, ik ga de auto helemaal naar het einde rijden. Ik hoop echt dat de auto me kwijt, dat de helikopter me kwijt is. Hij is me kwijt, hij is me kwijt. God, de helikopter is me kwijt. Ze rijden nu door het dorp. Ze zijn het aan het afzoeken hier zo. 100% ze zijn het zoeken. Fuck, hier is alles zo erg gebeukt. Ik hoop echt dat hij me niet ziet. Helikopter hangt boven me. Ja, ze hebben me gezien. Ik hoor een auto. Let's go. Oké, we verstoppen hier heel even. Oh, beste kijkers, wat een achtervolging dit. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Mijn hart gaat tekeer, jongens. Echt. Holy shit. Laat weten in de reacties van deze serie, wat jullie van deze serie tot nu toe vinden. Ik vind het echt zo fucking vet. Ongelooflijk. Oké, we moeten op blijven letten. Ik denk dat zij nu echt denken, Roy gaat voor zijn target. Hij gaat met die auto... Hij keert om. Nee! Ik hoor ze aan alle kanten.
Oh, je ligt in het licht. Super stomme plek. Jongens. We gaan het erop gokken. Politie, staan blijven. God. Dit is me gewoon gelukt in de eerste aflevering. Het is me gewoon gelukt. Wat een avontuur was dit. Op het laatst was ik nog vet aan het slaan om ze af te schudden. Het is gelukt. Ik kan het gewoon niet geloven. Oh mijn god. En daarmee wil ik deze eerste aflevering van The Hunt dan ook afsluiten. Beste kijkers, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het vet. Ik zal nog even mandjes in de lucht doen, alsjeblieft. Hopelijk vonden jullie het vet. Dus ja, smash dus even massaal die blauwe duimpjes omhoog. Abonneer voor mijn kanaal als je meer wil zien van dit. Zeker even doen. Laat in de reacties weten wat jullie ervan vonden. En check jullie maar al te graag weer bij een nieuwe video morgen om 4:30. Laters!